De vogels in voorlopige hechtenis genomen. De omstandigheden zijn bijna paradijselijk. De vogels kennen geen angst en zijn buitengewoon nieuwsgierig. Met een militair transportvliegtuig landen we op Midway. De verbazingwekkende argeloosheid van de albatrossen, hun imposante vliegvermogen en hun onbeholpen manier van landen. Het luchtruim boven de oceanen is het element van de albatrossen. Het vliegen gaat hen zo gemakkelijk af dat het lijkt alsof ze een spelletje spelen met de stormen. De wind is dé energiebron voor hun lange zwerftochten over de oceanen. Ze benutten zelfs de kleinste verschillen in windsnelheid en de luchtstromingen op de golftoppen. Ze kunnen honderden kilometers afleggen zonder ook maar één keer met hun vleugels te slaan. De Laysan albatrossen zijn op weg naar Midway Island, midden in de grote oceaan. Het eiland heeft een doorsnede van maar 3 kilometer. Maar de vogels weten het elk jaar weer feilloos terug te vinden. Ze komen hier om te broeden. De tienduizenden albatrossen geven tegenwoordig de toon aan op het eiland. In de afgelopen 90 jaar werd Midway ingrijpend veranderd. De zandduinen hebben plaatsgemaakt voor een marinehaven, een militair vliegveld en een kleine stad van 6000 inwoners. De laatste jaren is de rust weer gekeerd. De 200 bewoners delen het eiland met de 500.000 albatrossen. De vogels hebben altijd voorrang. Je kunt ze alleen uit je tuin weren met een hoog hek. Voor deze albatros is dit een belangrijke dag. Zijn leven gaat nu echt beginnen. Na een broedtijd van 65 dagen heeft hij de eierschaal opengepikt. Eind februari zijn de meeste jongen uitgekomen. Door naar de snavel van hun ouders te pikken, maken de jongen duidelijk dat ze honger hebben. Het voedsel dat de ouders opbraken is een oliehoudende pap van pelinktvissen en andere zeedieren. Albatrossen zijn elkaar hun hele leven trouw. Daarom besteden de jonge vogels veel tijd aan het werven van een partner. Ongepaarde vogels en jonge paren baltsen heel heftig. Bij oudere paren daarentegen gaat het allemaal wat rustiger toe.
Deze bantsgroepen bestaan uit vrijgezellen en netgepaarde vogels. Ze brengen van november tot mei hun dagen door met bansen en dansen. Na 7 tot 9 jaar zijn ze geslachtsrijp en dan beginnen ze met broeden. De bevolking van Midway heeft een standbeeld voor de albatrossen opgericht. Het kanon herinnert aan 1942, toen de beslissende zeeslag om Midway werd geleverd. Uniformen zijn uit het alledaagse beeld van Midway verdwenen. De meeste bewoners hebben een baan als administratief of onderhoudsmedewerker. Ook in Midway-stad bepalen albatrossen het beeld. De kruidenier opent op verzoek en de kapper is op dinsdag en donderdag open. Alleen de bar heeft voortdurend klanten. Maar hier zijn de albatrossen niet gewenst. Ook op de begraafplaats van Midway broeden albatrossen. De jonge vogels worden in de eerste 3 weken continu door een van de ouders bewaakt. En al heel snel beginnen de jongen aan het nest te prutsen. De grotere jongen zijn alleen. Hun ouders zijn op zee om pelinktvissen te vangen en komen eens in de 3 of 4 dagen naar het nest om het jong te voeren. Het jong doodt de tijd met het verplaatsen van steentjes. Voor de 9 holes golfbaan van Midway zijn albatrossen een echte handicap. De rondvliegende golfballen zijn niet ongevaarlijk voor de albatrossen, maar ze vormen wel een aardige afleiding. Bovendien kunnen de jonge vogels zich bekwamen in de kunst van het broeden. Zo wordt dan een serieus golftoernooi gedegradeerd tot een beetje eieren zoeken. De albatrossen zorgen door hun grote aantal en het snavelklappen overigens wel voor de juiste atmosfeer voor een groot toernooi. Doorgewinterde golfers op Midway gebruiken het liefst rode ballen. Die zouden bij de vogels minder snel broedneigingen oproepen. Albatrossen zijn volledig gebouwd op een snelle lange afstandsvlucht. In het landen zijn ze echter veel minder bedreven. Deze starlifter weegt weliswaar 100 ton meer, maar is aan dezelfde aerodynamische wetten onderworpen als de albatrossen. Door zijwind en turbulentie schommelt het toestel tijdens de langzame landing heen en weer. De zijwind en turbulentie spelen trouwens ook de albatrossen parten. In de windschaduw achter het bosje duikt het toestel naar beneden. De piloot vangt het toestel op en zet het, weliswaar met enige moeite, aan de grond. De landing op Midway is niet zo eenvoudig.
De albatrossen maken meer dan eens een duiklanding. Maar zij komen meestal met de schrik vrij. Het maakt een wat komische indruk. Albatrossen zijn de beste lange afstandsvliegers ter wereld. Maar ze zijn niet gebouwd om te landen. Bovendien zorgen bomen en gebouwen, die er door de mens zijn neergezet, voor wervelingen in de lucht. In een heftige tropische regenbui happen de albatrossen naar de dikke regendruppels. Want midden in de grote oceaan is zoet water schaars. De regendruppels glijden van hun waterdichte verenpak. De jongen zitten lekker droog en warm onder hun ouders. De jongen die alleen zijn, hebben het zwaar te verduren. Hun donskleed is doorweekt en de veertjes kleven aan elkaar met opspattend zand. Als er een koude wind opsteekt, lopen ze gevaar onderkoeld te raken. Het gras op Midway wordt door het militaire personeel keurig kort gehouden. De albatrossen laten het maaien gelaten over zich heen komen. De grasvelden van Midway hebben veel bijgedragen aan het succes van de albatrossen. Aan het eind van de vorige eeuw bestond Midway uit niets anders dan kale zandduinen. Er groeide geen plant en er broedde bijna geen vogels. In 1935 werden er scheepsladingen met aarde, gras, bomen en struiken aangevoerd om het eiland wat aan te kleden. Het broedsucces van de albatrossen ging met sprongen omhoog. De jongen werden niet meer onder zand bedolven en de nesten werden niet meer door de zee weggespoeld. Men probeerde de vogels te verjagen, maar creëerde tegelijkertijd betere broedomstandigheden. De jongen zijn nu zo groot dat ze waggelend de omgeving van het nest verkennen. Een albatros loopt over het natte beton van de rolbaan. Hij staat op het punt om de lucht in te gaan. De wind is goed. Hij rent net zo lang tot zijn vleugels hem van de grond tillen. Maar hij breekt zijn start af omdat hij niet genoeg vaart had. Zodra ze in de gaten hebben dat ze niet genoeg snelheid hebben, geven ze hun poging op. De wervelingen in de lucht zijn er de oorzaak van dat veel albatrossen hun pogingen moeten staken. De wervelingen worden op hun beurt veroorzaakt door bomen en gebouwen in combinatie met een bepaalde windrichting. De startomstandigheden op Midway zijn onberekenbaar voor de albatrossen. Dit lijkt goed te gaan. Maar dan zorgt de wind ervoor dat de vogel toch weer naar de grond moet.
Ook deze albatros is al in de lucht, maar hij komt in de luwte van de opslagloodsen terecht. Hier stroomt de lucht wat minder snel, de opwaartse druk valt weg en ook hij moet weer naar de grond. Gelukkig zijn de vogels licht en lenig. De noodlandingen leiden nooit tot ernstige verwondingen. De ene na de andere vogel vliegt in dezelfde val. Toen er nog geen bomen en gebouwen op Midway waren, waren ook deze verraderlijke wervelingen er niet. Deze albatros slaagt er met veel gefladder in om door de wervelingen te komen. Hij begint nu aan zijn eindeloze glijvlucht over de oceaan. In de lucht zijn de albatrossen in hun element. Ze stijgen en dalen. Ze lijken te spelen met de luchtstromingen. Midway stad. In de warme lucht dansen feeënsterns. Dankzij het tropische klimaat blijven deze vogels het hele jaar op Midway om te baltsen, te paren en niet te vergeten te broeden. Ze danken hun naam aan hun tere uiterlijk. Feeënsterrenpaartjes zijn onafscheidelijk. Bij elke gelegenheid poetsen de vogels elkaar. Maar dat moet wel heel voorzichtig gebeuren, want anders prikken ze met hun puntige snavel in de huid van hun partner. Feeënsterrens leggen hun ei op een kale tak. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat het ei niet naar beneden valt. Waarom feeënsterrens geen nest bouwen is nog steeds een raadsel.
Jonge veesterns houden zich met scherpe klauwen vast aan de takken. Tijd om te voeren. Een van de oudervogels heeft flink wat vis voor zijn jong meegebracht. De jonge albatrossen zijn nu 5 maanden oud. Ze zijn inmiddels net zo groot als hun ouders. De donsveren zijn vervangen door echte veren, maar hier en daar zitten nog wat plukjes dons. Tja, het lijken zo net punkers. Sommigen hebben zelfs een hanenkam. Over 3 weken vliegen de jongen uit. De meesten krijgen nu geen voedsel meer. Ze moeten afslanken, want anders zijn ze te zwaar om te vliegen. Dit is de vliegschool van Midway. De sterke wind heeft de jongen aangezet tot het oefenen van hun vleugels. De spieren moeten aansterken en het evenwichtsgevoel moet worden ontwikkeld. Vleugels uitslaan, een sprong in de lucht en fladderen maar. Als het na veel ploeteren dan eindelijk lukt, lijken de vogels heel verbaasd. Een groep albatrossen is midden op de weg gaan zitten. Op Midway zijn dergelijke taferelen heel gewoon. De automobilisten op Midway zijn wel wat gewend. En bovendien weten ze dat op het doden van een albatros een straf van $500 of gevangenisstraf staat. De jonge albatrossen zijn niet langer aan hun nest gebonden. Het liefst verzamelen ze zich in groepen op de wegen. Mens en machine zijn overgeleverd aan de nukken van de vogels. Vooral in juni blijven de albatrossen heel hardnekkig op de wegen zitten. Juni zou op dit eiland een slechte maand geweest zijn om oorlog te voeren. De militaire situatie in de noordelijke Grote Oceaan is tegenwoordig ontspannen. De oorlogsmachinerie op dit eiland sluimert. Daardoor kunnen ook de albatrossen rustig aandoen. De vogels stralen rust en vriendelijkheid uit. Zelfs de pogingen om de vogels van het eiland te verjagen hebben hier niets aan veranderd.
Kappel was zo in te sparen. Oké. Okay. In juli zie je nog maar zelden volwassen vogels op het eiland. Deze volwassen vogel wordt achtervolgd door zijn jong dat om voedsel bedelt. Het jong is een nakomer. Hij heeft zijn bruine jeugdkleed nog. Maar hij is behoorlijk vet en weegt ruim 3 kilo. Op deze leeftijd wegen de jongen veel meer dan de volwassen vogels. Het jong blijft zijn ouder lastigvallen, maar die heeft absoluut geen zin om hem te voeren. De ouder laat zich nog 1 keer vermurwen, maar dit zal vermoedelijk de laatste keer zijn. Het jong heeft nog 3 weken om af te slanken. Het jong wordt liefdevol door een van zijn ouders gepoetst. Het gaat hierbij niet zozeer om de verzorging van het verenpak, maar veel meer om het lichaamscontact. Warmte en een liefdevolle benadering zijn heel belangrijk voor jonge albatrossen. Ja, dat magst du. Dat is fijn. Du bist een genießer. De jonge vogels genieten zichtbaar van het krabbelen. Ze laten zich dan ook zonder enige angst door ons aanhalen. In het wild levende dieren laten zich alleen in uitzonderingsgevallen door mensen aanhalen, bijvoorbeeld als ze gevoerd worden. In dit geval worden we niet alleen geduld, maar er wordt onze aandacht zelfs op prijs gesteld. Jetzt reicht's, ne? Jetzt wollen wir dich nicht zu sehr verwöhnen. Das muss jetzt reichen für heute. Het eiland met zijn zon en zijn stranden ziet er paradijselijk uit, maar het heeft 1 tekortkoming: afval. Zelfs de afgelegen stranden van Midway liggen vol met het afval van onze beschaving. Midway ligt midden in de grote oceaan. Japan ligt er 4000 kilometer vandaan en de westkust van de Verenigde Staten op 5000 kilometer. En toch vinden we hier alles wat onze moderne maatschappij voortbrengt. Flessen, gloeilampen, brilmonturen, aanstekers, plastic en het afval van een badslipperfabriek. Er is geen enkele plek op aarde meer waar je kunt ontkomen aan afval en gifstoffen. Al is de vervuiling niet altijd zo duidelijk als hier op Midway. De albatrossen hebben direct te lijden van het afval in de zeeën. Bij de nachtelijke jacht op pelinktvissen krijgen ze aanstekers, balpennen en ander drijvend afval binnen. Dagenlang proberen de jongen het onverteerbare afval kwijt te raken dat ze met het voedsel van hun ouders hebben ingeslikt. Er lopen nog steeds onderzoeken naar de schade die het afval onder jonge albatrossen aanricht. Maar dat de jongen problemen hebben met het afval, dat is wel duidelijk. Begin juli is het broedseizoen van de Laysan albatrossen voorbij. De meeste jongen zijn nu vliegvlug. Op weg naar zee moeten ze de startbaan oversteken. De albatrossen gebruiken de grote open vlakte om hun start- en landingstechniek te verbeteren. Maar vandaag zijn de albatrossen niet alleen. Op de achtergrond is het motorgeronk van het Hercules transportvliegtuig van de kustwacht te horen.
De jongen moeten nog wel flink oefenen, maar daar krijgen ze nu geen tijd voor. Over 20 minuten steekt het vliegtuig van de kustwacht op. De politie begint met het vrijmaken van de startbaan. Dat is hun belangrijkste taak op Midway. De 2,5 kilo zware vogels kunnen een opstijgend vliegtuig ernstig beschadigen. Vogels die weigeren de startbaan te verlaten, worden tijdelijk weliswaar gevangen genomen. De boevenwagen brengt de vogels naar het strand. Daar vormen ze geen gevaar voor het vliegtuig. Het vliegtuig rolt naar het begin van de startbaan. Telkens lopen er weer nieuwe albatrossen de startbaan op. De politie heeft vandaag zijn handen vol. De Hercules staat klaar om te starten. Bij het testen van de motoren veroorzaken de propellers een enorme luchtverplaatsing. 20.000 pk op volle kracht. Zelfs voor albatrossen is dat wel een beetje te veel van het goede. Opnieuw wordt er albatrosalarm gegeven. De 5 politiemannen vechten werkelijk tegen een overmacht. Nu of nooit. De Hercules maakt vaart. Echter, 1 albatros is aan de aandacht ontsnapt. Hij wordt weggeblazen, maar een beetje albatros laat zich er door de wind niet onderkrijgen. Hij benut de kunstmatige storm voor een voorbeeldige start. De Hercules stijgt op. Geen 1 albatros is gewond geraakt. In de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Vietnam- en Koreaoorlog was het op Midway een komen en gaan van vliegtuigen. Met alle middelen probeerden de militairen de albatrossen kwijt te raken om schade aan de vliegtuigen te voorkomen. De vlucht naar het water is het begin van hun zelfstandigheid. De jonge albatrossen verzamelen zich op het strand. Instinctief trekken ze naar zee. Maar het is de eerste keer dat ze water zien. Ze schrikken ervan. De jonge vogels deinzen terug voor het water. Ze hebben nog geen enkele ervaring met hun eigenlijke leefgebied. Toch zullen ze het grootste deel van hun leven in en boven zee doorbrengen. Ze komen alleen naar het land om te baltsen, te broeden en hun jongen te voeden. Dit jong bedenkt zich op het allerlaatste moment. Maar hij vermant zich en gaat te voet het water in. Hij lijkt heen en weer geslingerd te worden tussen zijn instinctieve drang om het water in te gaan en zijn angst voor het onbekende.
Dit jong aarzelt geen moment. Helemaal alleen, zonder de hulp van zijn ouders, moet hij voor zichzelf leren zorgen in deze nieuwe omgeving. Hij moet leren zwemmen en hij moet leren hoe hij prooi moet vangen. Hij landt op het water alsof hij nooit iets anders heeft gedaan. Sommige soortgenoten hebben er meer problemen mee. De albatrossen zwemmen nu in het rustige water van de lagune. Als ze uitvliegen naar open zee, moeten ze fit zijn en moeten ze start en landing tot in de perfectie beheersen. En dat betekent oefenen. Met gestrekte poten en gespreide voeten landen de vogels op het water. Het lijkt wel een beetje op waterskiën. Deze vogel landt uitgerekend in de branding, op de grens tussen de lagune en de open zee. Er komt een hoge, dreigende golf aanrollen. De albatros duikt. En hij komt droog en ongedeerd weer boven. Als een volleerd duiker duikt de jonge vogel onder de brandingsgolven door. Zo voorkomt hij dat hij tot op zijn huid nat wordt. Er mag in geen geval water tussen zijn veren komen. De laatste hindernis voor de jonge albatros is het rif. Als hij de brekers heeft overwonnen, ligt de oceaan voor hem open. Het is avond. De jonge albatrossen hebben hun vliegoefeningen gestaakt. De vogels die nu het strand bereiken, wachten tot morgen. Dan zullen opnieuw duizenden vogels het eiland verlaten. Het wordt stil op Midway. Maar over enkele jaren komen de jonge albatrossen terug om zelf jongen groot te brengen. Hopelijk zijn ze dan net zo welkom als nu. En zullen de militairen het eiland nooit meer hoeven te gebruiken.